Until October 2011, Jonnie Boer is creating the meals served in KLM World Business Class. Jonnie is master chef and owner of the three-star restaurant Librije in Zwolle, which he runs with his wife and business partner, Therese Boer. Daar zijn we weer. Ja, en dit keer voor de laatste keer. Helaas. Ons business class menu tot eind september. Gerookte zalm met mierikswortel en krieltjes. En ik doe daar een beetje sinaas-limoendressing bij. Ja, lijkt me lekker. Er zit een salade bij van rucola met wat geitenkaas. Now the main meals. We'll start with the fish. En het stukje vis dit keer. Dit is helbot, een puree van doperwten en tuinbonen en een jus van mosseltjes. Het eerste vleesgerecht is gesmoord kalfvlees, komijnaardappeltjes, ingemaakte groentetjes, een klein beetje spinazie. En dan, natuurlijk, kip lekker makkelijk. Kipfilet, Thaise curry, paksoi en parelpasta. Therese's passion is wine. There are 5 wines served in World Business Class. In de maanden juli en augustus zijn er voor de World Business Class Italiaanse wijnen geselecteerd. Deze wijnen zijn afkomstig van het fantastische wijnhuis Antinori. Ik noem er 2. De eerste is de Orvieto uit Umbria. Het wordt gemaakt van voornamelijk inheemse druiven, waarvan onder andere de Crigetto en de Verdello. Het is een fris, strakke wijn met een heel mooi kruidig en een klein bittertje. Als rood Bulgari. Dit is Super Tuscan, zoals wij het noemen. Dus eigenlijk Bordeaux blend, Cabernet Sauvignon, Mello en Syrah. En dan Italiaans. Fantastisch. Ja, dit was ons laatste business class menu door de Librije voor de KLM. Wij hebben het met erg veel plezier gedaan en we hopen dat jullie ervan genoten hebben. Goeie vlucht. En erg bedankt voor al jullie mooie reacties. En hopelijk tot gauw in Zwolle.